Ik wil heel even kort iets vertellen over een mini keukenmachine. Want dat gebruik ik nog wel eens in mijn recepten. En ik krijg nog wel eens mailtjes van vrouwen die zeggen: Marjolein, wat bedoel je met een mini keukenmachine? Nou, ik zal je heel even vertellen wat het is. Dit ken je beslist: dit is een, uh, een staafmixer. En een staafmixer, die krijg je altijd met zo'n beker. En daar kun je natuurlijk. Perfect je zelfgemaakte mayonaise inmaken. of uh, wat dan ook, wat in zo'n beker past. Een smoothie kan heel makkelijk. Um, daar heb je een staafmixer voor. Maar er zijn staafmixers die komen met zo'n apparaatje. En dit is wat ik bedoel met de mini keukenmachine. Kijk, hier zit een, uh, een mes in. Wat, uh, wat een grote keukenmachine natuurlijk ook heeft. Het is echt een mini keukenmachine. En. Als ik nou deze hiervan afhaal en hierop zet. Dan heb ik een mini keukenmachine. En dat betekent dus, ik vind het zelf heel handig omdat je hier kleinere hoeveelheden in kan fijn hakken. Bijvoorbeeld nootjes kun je hierin fijn hakken. Maar ik gebruik hem ook heel vaak om avocado moes te maken, bijvoorbeeld. Of een dressing in te maken. Dus voor de kleinere hoeveelheden. Uh, ja, dan hoef ik dan mijn grote keukenmachine niet uh, voor tevoorschijn te halen, heb ik gewoon mijn kleine keukenmachine. Dus het is een tool die je kunt krijgen bij een, uh, bij een staafmixer. Dus ben je toe aan een nieuwe staafmixer, overweeg dan om er eentje te kopen waar je ook zo'n uh, zo uh, zo bakje bij krijgt, want dan heb je een mini keukenmachine.